Hey, welkom bij deze speciale editie. Eigenlijk de nieuwe editie van Stichting Make a Difference. Mijn naam is Denise Sumter en vandaag begin ik een videoserie waarbij ik vrouwen uitnodig om te vertellen wie ze zijn, wat ze doen en waarom ze doen wat ze doen. Nou, het is goed voor de mensen die mij nog niet kennen om even aan te geven wie ik ben. En wat ik doe en waarom ik doe wat ik doe. Mijn naam heb ik al doorgegeven, Denise Sumter. En ik ben founder van Stichting Make a Difference. Teacher, trainer, coach bij Stichting Make a Difference. En Stichting Make a Difference is een foundation die er is om vrouwen die boost te geven die ze nodig hebben om naar het next level te gaan. Ik heb het tot mijn missie gemaakt om jou, doelgerichte, vooruitstrevende en godvrezende vrouw, te inspireren met de accountability, de bevestiging, de conviction die je nodig hebt om gigantische dromen te durven stellen en ook die zelfzekere stappen te zetten om inderdaad die dromen tot een realiteit te maken. En dat doe ik door gebruik te maken van het gedachtegoed GPL. Dat is de afkorting, maar het staat voor Grounded Personal Leadership. En ja, dat gedachtegoed heb ik door de jaren heen ontwikkeld. Het komt echt uit een periode van frustratie door het afstuderen. Het afstudeertraject, daar heb ik heel veel ongeduld, frustratie enzovoorts meegemaakt. Daar moest ik mee omgaan. En dat heb ik ook gedaan. Maar ook gewoon, ja, de eenzaamheid en de pijn van single parenthood, daar heb ik ook mee moeten dealen. En de verschillende rollen, zeg maar, die ik heb vervuld als moeder, als echtgenoot. Ja, lid zijn van verschillende verenigingen, als deel van de kerk zijn. Nou, die verschillende rollen, als je dat allemaal moet zien te combineren, dan kan je een moment hebben waarbij je denkt van, hoe moet ik dit trekken? Dat heb ik ook gehad. Maar ik heb door de jaren heen een concept, dit concept ontwikkeld dat ik net noemde. En dat heeft mij geholpen om iedere keer weer veerkracht te ontwikkelen om op te staan en om door te gaan. En dat heb ik op een gegeven moment ben ik dat gaan delen met andere vrouwen. Die vonden dat ook interessant en het hielp ze ook. En ik bleef het maar doen. Op een gegeven moment heb ik het echt tot mijn missie gemaakt om vrouwen te versterken. Want ik heb het van tijd tot tijd van me afgezet, maar het kwam steeds weer op mijn pad. Toen dacht ik van, weet je wat Denise, ga er gewoon fulltime mee bezig zijn. Volledig mee bezig zijn. En vanaf het moment dat I surrendered, zeg maar, ging er een hele nieuwe wereld voor me open. Dus ik zeg, op het moment dat je door hebt waarvoor je hier bent, je missie hebt ontdekt en je gaat ervoor, gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. Zo, de mensen die dat dus niet wisten, die weten dat nu. Dat is mijn driver, dat is waarom ik doe wat ik doe. Eigenlijk heb ik al een platform van vrouwen die ik aan het woord laat. Maar dat zijn alleen next level ladies. Dat zijn vrouwen die hebben deelgenomen aan de driedaagse workshop. Dus dit GPL concept heb ik dan verpakt, zeg maar, in een driedaagse workshop. En de vrouwen, dat zijn nu al tientallen vrouwen hoor, die daaraan hebben deelgenomen, die zijn next level ladies. Maar ook degene die op mijn pagina komen en genieten van de webclasses enzovoort en de challenges. Dat zijn ook next level ladies. Maar voor de vrouwen die dus hebben deelgenomen aan de driedaagse training, heb ik al zo een programma featuring next level ladies. En die vrouwen komen dan aan vertellen van hoe zij hun GPL reis ervaren. Maar vandaag is het wat anders. Dat zijn niet next level ladies, maar gewoon vrouwen die voor mij bijzonder zijn. Die ik op een bijzondere manier heb ervaren. En die ik dan uitnodig om te vertellen wie ze zijn, wat ze doen en waarom ze doen wat ze doen. Vanavond hebben wij Reine Kolf. En zij gaat ons inderdaad ook vertellen wie ze is, wat ze doet en waarom ze dat doet. Dus ik laat er meteen in beeld en dan gaan wij genieten van de inspiratie die zij brengt. Nee, ik hou het nog even spannend. Laat me dat even vertellen van hoe ik haar heb leren kennen. Dat is echt lang geleden hoor. Zeker 10 jaar terug en ik weet niet of ze zich nog kan herinneren.
Maar 10 jaar geleden toen werkte ik op jeugdzaken, hoofdproject voorbereiding en onderzoek. En toen heb ik samen met 2 andere pittige vrouwen, Margot Biervliet en Mirjam Illes, hebben een project, een OAS-project, waren we aan het uitvoeren. En op een gegeven moment was de consultant Maureen Silos, die had dat helemaal gedaan ook. Maar op een gegeven moment had Maureen Reina uitgenodigd om te praten over authenticiteit. En op die middag heb ik een gesprek gehad met Reina en dat was zeer verhelderend. Als young professional had ik een of ander issue. Ik ben altijd laughing en als ik mensen ontmoet, ik heb iets met ontmoetingen, hè, dan ben ik gelijk in een opstemming. En ik ervoer toen, dat is 10 jaar geleden, dat sommige mensen daar moeite mee hadden. Weet je, en ik wist niet hoe ik daarmee moest omgaan. Dus ik sprak met haar erover. En die reactie die ze me gaf, was precies wat ik nodig had op dat moment. Dus dat is me zo bijgebleven. En ik zag de vorige week, nee, niet de vorige week. Ik denk gisteren, denk ik, in een van de Facebookgroepen waar ik in zit, een privé webgroep, Female Entrepreneurs Platform, ja, zag ik iets langsgaan. En ik dacht van, hey, interessant, dit is iets leuks om te doen. Ik liet het liggen. Je weet hoe dat gaat op Facebook, hè? Je leest een heleboel dingen. Maar toen zag ik vandaag weer in de WhatsApp, zag ik het. Toen dacht ik van, hey, dit is interessant. Dit is iets wat die vrouwen die op mijn page, die meedoen aan mijn activiteiten, is leuk als ze dit ook weten. En ik dacht van, hey, laat me er vragen om dit zelf te vertellen. En waardoor mensen weten wie is degene hierachter en wat is het precies. En je hebt ook de gelegenheid om vragen te stellen. Dus nu wil ik Reina aan het woord laten. Ik ga er toch even vragen of ze zich nog kan herinneren van zo lang terug. Laat mij haar in beeld brengen. Hi Reina. Hallo Denise. Dit is echt leuk. Ik zit mij op te luisteren en ik denk... Dat hoor ik voor het eerst. Ik weet het niet meer. Het nee! Is dat het lang geleden is. Het is lang geleden, ik ja. Echt niet meer. Nou, ik ben me die presentatie niet vergeten, hoor. Over authenticiteit, dat hoorde ik voor het eerst op die manier. En die slides en die verschillende synoniemen ervoor. Nou, dat was gewoon zo lang geleden. En ik weet het nog, dus dan weet je dat het impactvol was. Nee, ik vind het heel leuk om te horen. En ik ga kijken. Ik ga even duiken in mijn geheugen. Maar toen was je nog geen Denise Sumter van Stichting Make a Difference. Dus voor mijn gevoel heb ik je pas later leren kennen. Okay. En leren kennen, laat me dat erbij zeggen, van de sociale media. He, dus ik kende je niet. Oké. En voordat ik vertel wie ik ben, wil ik toch even vertellen hoe dat was. Dus ik volg Denise op het net en ik zie dat ze allemaal leuke dingen doet. En ik denk, hey, het sprak me ook echt aan, omdat, dat zullen jullie straks merken, veel van wat Denise doet, herken ik gewoon. Kom ik straks op. Maar we kenden elkaar niet. Dus het was echt alleen maar van de media, voor mijn gevoel. Hè? Jij wist meer, maar ik niet. En toen was ik een keer bij de bank, weet je nog, dat is een paar maanden geleden. Ja, inderdaad. En ik zou weggaan en een dame tikt me op mijn schouder. Kan ik u even spreken? En ik denk, ja, ik heb eigenlijk haast, maar ja, die dame was heel vriendelijk. Ik zei, ja, is goed. En toen zei ze van, ja, we hebben contact op de media, maar ik denk niet dat u me echt kent. Ik ben Denise Sumter. En toen had ik gelijk zoiets van, oh wat leuk. Dat vond ik echt zo leuk om je eindelijk live te zien. En ja, we hebben ook, of in ieder geval heb ik een paar keer geuit, we moeten eens wat samen doen. Want er zijn veel zaken die ik gewoon herken van wat ik ook wil bereiken met mensen. En jij doet dat op een heel mooie manier, heel bijzondere manier. Dus... Ja, ik volg je en ik vind vind het geweldig wat je doet. Nou, dankjewel. Dit is een eerste stap, zeg maar. En we gaan het verder uitdiepen, zeker. Oké, Reina, ja. Vertel. Wie is Reina Kolff? Ja,
Reina Kolf is getrouwd Kolf, meisjesnaam Tellert. Ik woon nu 22 jaar in Suriname, ben geboren en opgegroeid in Nederland, wat heel belangrijk geweest is voor de persoon die ik nu ben geworden. Wat doe ik? Op dit moment ben ik al vanaf 2003, 17 jaar zelfstandig consultant. Wow. En ik begeleid organisaties en mensen. Maar als je wil weten wie ik ben, dan is dat mijn beroep. Maar eigenlijk, als ik mijn persoonlijkheid beschrijf, dan ben ik al van zeker vanaf ik een jaar of 17, 18 denk ik hoor, bezig ben met het empoweren van mensen. Ik woonde in Nederland en mijn eerste aandachtspunt op dat moment was ja, zwart zijn in Nederland. En ik ben opgevoed door een onderwijzers-echtpaar, geweldige mensen. En die hebben mij en mijn broers al heel vroeg bijgebracht dat we trots moeten zijn op wie we zijn. Maar, en die maar is eigenlijk heel belangrijk geworden in mijn leven, want die maar was, maar je woont in een wit land. En het is mijn Hollandse achtergrond dat ik gewoon zeg zwart-wit, hè? Want dat zijn hier nog niet helemaal bekend. Maar je woont in een wit land. En dat betekent dat je omringd bent door mensen die je helemaal niet zo geweldig vinden. Dus die, je moet met die mensen toch dealen. Je moet je altijd kunnen bewijzen. Je moet toch altijd je meerwaarde kunnen tonen. En je moet dan vrij zelfverzekerd door het leven lopen. En dus toen ik een jaar of 17, 18 was, begon ik eigenlijk al onder begeleiding van twee dominees, een Zuid-Afrikaanse en een Hollandse dominee, begonnen we zwarte jongeren te empoweren in wie ze zijn. En om te zijn wie je bent, moet je jezelf leren kennen. Dat is heel simpel gezegd, maar dat was dus toen al. Dus ik zei een zwarte dominee en een witte dominee. De zwarte dominee was vooral bezig met empowerment. En samen met die witte dominee was hij bezig de witte mensen uit te leggen hoe ze onbewust en bewust discrimineren. Dus dat heeft mij al heel vroeg geleerd om aan de ene kant mensen te versterken en zich niet te zwak te voelen door dingen die van buiten op ze afkomen. En anderzijds heeft het me ook heel vroeg geleerd dat dat gedrag wat van anderen komt niet altijd bewust de keus is om jou te pijnigen. Het is wie zij zijn, wat zij hebben meegekregen en dat uiten ze. En het is aan jou om met de kracht die jij in je hebt daarmee om te gaan. Nou, goed, toen was ik 17, 18, dan ga je studeren en ik ben altijd heel gehoorzaam geweest. En dat is niet altijd goed. Klinkt heel gek. Maar het is ook heel belangrijk geweest voor wie ik nu geworden ben. Want heel gehoorzaam zijn wil soms zeggen dat je niet echt nadenkt over wat jij zelf goed vindt. Maar dat je heel erg volgt van wat je denkt dat van je verwacht wordt. En ja, ik ben echt door stevige Surinaamse ouders opgevoed, zoals ik al zei. Dus die hadden ook een duidelijke verwachting van mij en mijn broers. En dus ik ben eerst een studie gaan doen die ik eigenlijk helemaal niet leuk vond. Maar nee. Toen heb ik geleerd wat ik mensen nu leer. Probeer altijd na te denken wat echt bij jou past. Want ik heb door die ervaring ontdekt, dit ben ik niet. Dit is niet voor mij. En dus ik heb toen zelf moeten leren om eigenlijk voor mezelf op te komen en tegen die liefhebbende ouders, trotse ouders, te zeggen van ik stop met de studie rechten. Want ik word er zo ongelukkig van. Ach, dat was hard voor ze. En nu ik zelf moeder ben van een nu inmiddels 23-jarige zoon, begrijp ik nog veel beter hoe hard het voor ze was.
Maar voor mij is het een heel goed leerpunt geweest en die ervaring breng ik over op anderen. Je hoeft het niet zo ver te laten komen. Luister naar advies wat je krijgt van ouderen en wijzeren, maar vertaal het naar wat goed voor jou is en ga met hen in gesprek om daarmee te dealen. En Dit vind ik eigenlijk is heel dat. mooi, hè? Dit stukje vind ik heel mooi. Want ik zit ook te denken aan die periode bij mij. Wat ik toen heb ervaren in mijn puberteit, dat heeft gemaakt dat ik gezegd heb van, hey, weet je Denise, als je wat ouder wordt, dan moet je gewoon daar zijn voor mensen die zitten met allerlei onzekerheden. Want ik had die, ik herinner me nog zo, ik zeg, vertel altijd dat verhaal. Ik was op Lyceum 2, ik stond daar, ik moest naar de kantine. En het was niet eens zo'n lange afstand, maar ik had zoiets van, Bergus, ik ga niet, want wat gaan die andere mensen zeggen? En zo onzeker. En dat was het moment dat ik doorhad van, hé, dit kan niet, hier moet ik iets mee doen. Maar ik had niemand op dat moment, kijk, nu heb je coaches en allerlei dingen, dat was er gewoon niet. Ik moest het allemaal zelf uitzoeken. Maar als ik, zoals ik het bij jou hoor, was het ietsje anders. Je had wel mensen om je heen die daar, die dat proces hebben begeleid. Of ben je er zelf uitgekomen? Ja, ik ben niet begeleid in het proces, want het was niet het proces wat men van me verwachtte. Ik was eigenlijk een grote teleurstelling. Je moet je voorstellen, ik studeerde, ik woonde op kamers, mijn ouders betaalden mijn studie volledig. En plotseling horen ze na 3 jaar dat ik er vanaf zie. En dus toen heb ik een jaar lang, en ik wilde eigenlijk altijd psychologie studeren. Maar omdat mij duidelijk was gemaakt dat ik heel, nou ja, laat maar niet zeggen, het is niet zo netjes als ik het zo zeg. Ik was gewoon slecht in wiskunde. En ik had begrepen, en dat was me ook uitgelegd, dat voor psychologie moet je toch meer van die B-vakken hebben. En daar ben ik niet goed in. Dus ik moest iets anders gaan zoeken. En ik moest mezelf weer terugvinden, want ik wist op dat moment niet wat ik eigenlijk wilde doen. En ik dacht dat de rest van de wereld wat ze wilden. Dus in mijn gevoel liep ik alleen rond, denkend van, oké, wat ga ik doen? En dat is het proces geweest. Even een punt, even een stapje terug. Ik vroeg me af dat stukje over empowerment. Want op een gegeven moment zei je, er was empowerment vanuit die witte en de zwarte dominee, die een stukje empowerment gaven. Mijn vraag is, hoe heeft dat jou beïnvloed in jouw persoonlijke ontwikkeling toen? Heeft dat een bijdrage geleverd om te kunnen komen op het punt van, hé, ik hou toch op met deze studie? Of was daar geen invloed? Die empowerment had echt te maken jezelf zijn. Hè? Maar weet je, pas als je in een situatie komt waarbij je voelt dat je niet happy bent, dan pas ga je nadenken over wie je werkelijk bent. Zolang je, ach, het is leuk en je doet allerlei leuke dingen, je denkt verder niet na. Dan heb je het niet zo door. Dus pas toen ik, laat maar zeggen, midden in mijn rechtenstudie, ontdekte dat ik ja, helemaal niet happy was, toen viel ik terug op die self-empowerment van worden wie je werkelijk bent. En als ik nu op mijn leven terugkijk, zijn daar verschillende momenten in je leven. He, er is soms een hele periode dat dingen gaan lekker. Je hebt het niet in, je denkt niet na, je doet wat je doet. Maar dan plotseling gebeurt er iets. En dan denk je, hé, dit is niet goed. En dan haal je de kracht uit je inner power. En wat je meegekregen hebt om voor jezelf op te komen. Dus ik zeg wel dat het al heel vroeg begonnen is. Maar dat ik er niet constant mee bewust bezig was. Belangrijk moment is dus geweest dat ik stopte met die studie. Ook al was iedereen teleurgesteld. Ik voelde dat, ja, maar dit red ik niet. Ik ga niet overleven.
Oké, toen heb ik twee andere studies gedaan. Ik ben gaan werken. Ik heb archief. Ik ben middelbaar archivaris geworden. En wat ik wel altijd wist, ik wilde met mensen bezig zijn. Ik ben mijn hele leven bezig met mensen. Met persoonlijke ontwikkeling en ik deel het altijd met anderen. In mijn jeugd, zo, toen was ik 19, 20, zaten we in de Jongekerk. We hebben een basketbalvereniging opgericht. We waren met jongeren bezig. We organiseerden van alles. Maar toen ik ging werken, werd dat minder. Maar dan wilde ik op mijn werk met mensen bezig zijn. Dus kwam ik in de vakbond. He, want oké, ik heb gestudeerd. Maar ik was het niet eens met wat er gebeurde, met wat er met de mensen gebeurde in de organisatie. En daar had ik dan een mening over. En als je een mening hebt, en dat is gelukkig was dat in Nederland zo, want ik hoor mensen hier vaak zeggen, als je een mening hebt, ben je vervelend en dan word je een beetje afgewimpeld. Maar daar werd me gevraagd van, hé, jij moet in de vakbond. En ik vond het doodeng. Doodeng, het was bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dus een groot ministerie. En ik een klein, zoals ik mezelf zag, klein zwart meisje. Enige daar natuurlijk, kwam in in de vakbond. En ik moest samen met allemaal mannen, grote witte mannen, discussiëren met de staatssecretaris. En op een gegeven ogenblik werd ik, hoe noem je dat, plaatsvervangend voorzitter. En ik was natuurlijk ook omringd door allerlei mensen die zeiden: ach, je bent dat alleen maar geworden omdat je zwart bent en een vrouw. En op dat moment moet je dan ook weer de kracht uit jezelf halen om je dat niet te laten aanpraten, maar het te doen en het vertrouwen te hebben dat je dat kan. En dat heeft iemand me ook geleerd. He, dat is van, er zijn altijd engelen om je heen die op een bepaald moment iets belangrijks in je leven betekenen, die iets tegen je zeggen. En op dat moment was er een mevrouw, ik vond het een oude mevrouw van 65. En nu heb ik er bijna ingehaald, maar toen, en ik denk van, ik ben helemaal niet oud, maar ik vond haar oud. En zij heeft tegen me gezegd: ook al krijg je een job waarvan andere mensen zeggen, je krijgt het alleen maar om die en die redenen. Als jij weet dat je het kan, dan ga je ervoor. Ze bekijken het maar. En die les geef ik dus nog steeds aan mensen mee. Als anderen aan jou twijfelen, jij moet niet aan jezelf twijfelen. Dus dat is ook een belangrijk moment geweest. Ik heb die stappen gemaakt. Ik vond het doodeng. Ik weet het echt. Ik moest een keer onderhandelen, echt als voorzitter, want de echte voorzitter was ziek. Dus ik ben de dag van tevoren bij hem thuis gegaan, zodat hij met me kon bespreken hoe ik dat aan moest pakken. En de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat zei: ik heb nog nooit met een vrouw onderhandeld. Hij bedoelde natuurlijk met een zwarte mevrouw, maar dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft nog nooit met een vrouw onderhandeld. En dat vond ik toch wel weer, het zijn van die gekke hoogtepunten hoor. Het zijn hoogtepunten van overwinningen op jezelf. Als je van tevoren soms nadenkt dat je iets wil bereiken, dan kruipen er allerlei dingen in je hoofd die zeggen: niet doen, niet doen, gaat niet, gaat niet. Maar als je dan toch door hebt gezet, dan voel je je toch heel stevig en heel sterk. Klopt, Goed. klopt. We zijn nog steeds bezig met wie ik ben, hè? En dan kom ik Ja, wel bij wat ik doe. Is dat goed? heel interessant en hele bijzondere les. Het is heel inspirerend, nee, wat je zegt. En ook de Ja, manier waarop je, weet je, het punt is die dat je dat momenten achteraf overwint. pas weet, hè? Achteraf weet je pas wat het voor je betekend heeft als je door die zaken heen gaat. Op die momenten dat ik daarmee bezig was, vond ik het allemaal maar eng. Maar er was gewoon die inner power. Die inner power die ik graag wil helpen andere mensen ook te vinden. Oké, toen ben ik toch bedrijfskunde gaan doen, terwijl ik eigenlijk heel slecht ben in wiskunde. Maar ik was in de vakbond, heb ik geleerd om mensen te begeleiden in veranderingsprocessen. Want in Nederland werkt het anders dan hier.
vakbonden moeten ook adviezen geven. Dus als het management iets wil veranderen in de organisatie, dan moeten ze in veel gevallen verplicht een advies van de vakbond. En daar heette de ondernemingsraad vragen. Dus ik heb adviezen moeten schrijven over veranderingstrajecten. En hoe schrijf je een advies? Door te gaan praten met de mensen om wie het gaat. En dan leer je wat zij nodig hebben om een nieuw proces, een nieuwe situatie aan te kunnen. Je kan niet vanuit achter je kantoor, van achter je bureau, bepalen wat goed is voor mensen. Managers hebben vaak de neiging om te denken wat goed is voor de organisatie. En dat vertel ik dan aan de mensen. En dan gaan die het ook goed vinden. Maar ze gaan eraan voorbij dat er een hele transitie in die mensen doorstaan moet worden. En vandaag hoorde ik toevallig, ik las een artikel van Vilja Kramp. Die naam mogen jullie onthouden. En zij had het over transactie en transitie. Transactie is dat je iets doet en je ervoor terugkrijgt. En transitie is het proces om die verandering tot stand te brengen. En we vergeten vaak om daar voldoende aandacht aan te besteden. En zo ben ik dus in human resources terechtgekomen. Okay. Want ik zat in de vakbond. Ik ben bedrijfskunde gaan studeren om een basis te geven aan die adviezen en werkzaamheden die ik als vakbondspersoon uitvoerde. Want dan wil je toch wat meer weten van organisaties, leiding geven. En die studie bedrijfskunde is heel belangrijk dus ook weer voor me geweest. Mm-hmm. En toen ben ik eigenlijk gegroeid, omdat ik met mensen bezig wilde zijn, in die HR-richting, Human Resources. En toen ben ik eigenlijk van hoofdpersoneelszaken HR-manager geworden. En heb ik bij verschillende organisaties die functie vervuld. Eerst in Nederland en 22 jaar geleden kwam ik naar Suriname. En was ik bij de ABN AMRO Bank HR-manager. Terwijl we hier nog niet wisten wat HR is, want dat weten we vaak vandaag nog steeds niet. Maar die naam hebben we wel ingevoerd. En nog steeds doe ik alles wat ik doe vanuit de gedachte dat ik mensen wil helpen hun inner potentie naar buiten te brengen. En in organisaties is het dus heel belangrijk dat we ervoor zorgen dat de mensen hun potentie kwijt kunnen. Dat ze hun talenten kwijt kunnen in de organisatie waar ze zitten. Dus 17 jaar geleden ben ik toen zelfstandig adviseur geworden op het gebied van HR. En tegenwoordig noem ik het heel bewust potential development. Okay. En dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste van human resources. Want komen we daar straks op, want dat klinkt heel spannend. Nou, dat is heel inspirerend wat je vertelt. Vanaf wat je allemaal hebt meegemaakt in Nederland, maar ook gewoon hoe je vanuit je persoonlijke ontwikkeling heel veel hebt meegenomen. Maar altijd ook dat willen, mooie dingen willen doen met andere mensen. Dat vind ik heel mooi om te zien. En ik heb je ook ik zie je ook hele mooie dingen doen met vrouwen. Ik ben op een van je activiteiten, van je events geweest in Noord. Ik weet de naam nog niet meer. Het was bij de Women Entrepreneurship Day. Juist. Ik ben altijd bezig. Ik ben altijd aan het nadenken. Wat kan ik doen? Mijn eerste grote event was het nog niet Women Entrepreneurship Day. Dat was toen mijn bedrijfje 5 jaar bestond. Heb ik een groot seminar in Krasnapolski georganiseerd. En mijn belangrijkste thema was: personeel is de kritische succesfactor in de organisatie, maar mag vaak niet kritisch zijn.
Altijd een thema. Dus dat was toen. En vlak daarna ben ik eigenlijk bezig gegaan met assessment. Hè, dus persoonlijkheidsanalyses. De gedachte. Als je doet waar je van houdt en waar je goed in bent, dan functioneer je ook beter en ben je beter gemotiveerd. Nou, heel interessant. Dat doe ik nog steeds. Ik kom er straks zeker op terug. En toen kreeg ik een uitnodiging om een training te volgen in het buitenland. En eigenlijk, eerlijk gezegd, de enige reden waarom ik direct ja zei, was omdat ik hoorde dat ik dan naar een eiland ging. Oh. Maar achteraf gezien, wat heb je met eilanden? Is gewoon heel geweldig. Ik heb een training gedaan. Ja, Facilitator Women Innovative Network. Dus ik ben geaccelereerd. Nu praten we eigenlijk ondernemers over te begeleiden. Wat je doet. En vanuit die functie, vanuit die positie, ben ik gevraagd als ambassadeur Women Entrepreneurship Day. Ik denk dat we heel spontaan zijn overgegaan naar wat je doet. En we kunnen daarmee verder. Ja, nee, ik vind het geweldig. Okay. We gaan nu, ja eigenlijk zijn we heel, heel spontaan overgegaan. Eigenlijk vanuit wie ik ben, is het geworden wat ik doe. Ja. Omdat ik ja. het geluk heb mogen hebben dat ik, wie ik ben, ook in mijn werk tot uiting breng. Hè, dus dat ook is heel mooi, hè? Ben ik heel bezig mooi. Mensen te... Ja. Want er zijn veel mensen die iedereen gewoon werken en eigenlijk geen plezier hebben in wat ze doen. Eigenlijk doet Reina een heleboel. Ook voor vrouwen. Ook op het gebied van HR. En we gaan nu een beetje induiken in het HR gebeuren. Want voor mij was meteen die trigger was voor mij de enquête die ik zag. De eerste keer het ging langs, ik dacht van hey, interessant. Als socioloog zijn dit soort dingen altijd interessant om te zien. En het belang ervan, dat weet ik ook. Maar toen ik het de tweede keer zag, dacht ik van hey, hier wil ik mijn bijdrage aan leveren. Vertel, misschien kun je iets meer vertellen over de enquête, de achtergrond ervan. Waarom zo'n enquête en welke enquête? Human Resources is dus mijn ding. In die zin van, het is voor mij heel belangrijk om in organisaties de mensen en de leidinggevende te helpen, te ondersteunen zodanig dat de doelen van de organisatie worden gerealiseerd. Human Resources zit daar in het midden. Aan de ene kant begeleiden de mensen van UHR de medewerkers, je weet, aannemen, ontslaan, begeleiden. Maar dat is maar een heel klein onderdeel. Veel belangrijker is het onderdeel waarin ze de mensen begeleiden en zich laten ontwikkelen. Maar om dat te kunnen doen, moet je samenwerken met de leidinggevenden. En want wat vaak mensen niet beseffen, is dat uiteindelijk het de leidinggevenden zijn die eindverantwoordelijk zijn voor HR. Zij zijn degene die dagelijks met de mensen werken, die ze moeten coachen en begeleiden en beoordelen en zich laten ontwikkelen. En HR ondersteunt die leidinggevende daarbij. In de praktijk merken we dat de leidinggevende vaak erg belast worden met de productie en het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden, waardoor ze de neiging hebben om minder diep te duiken in de mensen die het werk moeten doen. En dat is dus een belangrijke bijdrage waar HR een rol in speelt. En nu, met die COVID-situatie, zijn we in de organisaties met allerlei uitdagingen geconfronteerd, waarbij de leidinggevende en HR hebben moeten samenwerken.
Vooral nu in deze lockdown. Bedrijven hebben de deuren moeten sluiten. Mensen zijn thuis. Maar het werk moet zoveel mogelijk wel doorgaan. Waar mogelijk, nogmaals. Dus zoveel mogelijk waar mogelijk. Ja. Want in deze tijden, financieel-economisch, kan je het niet het bedrijf stilleggen. Dus dat is een heel belangrijk aandachtspunt voor HR op dit moment. Van wat kunnen we met behulp van thuiswerken nog voor elkaar krijgen. Maar daarmee stopt het niet. Ik kijk altijd vooruit. En ik ga ervan uit, ook dit gaat voorbij. Mijn vader had een groot bord hangen boven zijn bureau thuis met deze woorden. This too shall pass. En dat betekent dat je niet moet gaan zitten, wachten totdat het voorbij is en dan kijken wat we dan gaan doen. Nee, je moet je er van tevoren van bewust zijn dat we blijven niet in COVID de rest van ons leven. Dus aan de ene kant moeten we ons zo goed mogelijk door COVID heen slaan. Dus zorgen dat we ons aan alle regels houden. Handen wassen, thuis blijven in deze. Maar vooral ook zorgen dat je je weerstand opbouwt. Hè? Dus je immuunsysteem moet je versterken. Maar die organisatie moet dus ook verder. Die organisatie moet zichzelf ook gezond houden. En moet ook rekening houden dat COVID ze niet mag vermoorden, om het zo te zeggen. En na COVID moet je verder kunnen. Dat is waar. Mensen zijn de belangrijkste factor van een organisatie. Je kan al je machines op orde houden en op tijd olieën en onderhouden. Maar als je je mensen niet onderhoudt en niet zorgt dat je mensen de motivering hebben om te doen wat je nodig hebt, dan ga je het niet redden. En dus zo dacht ik, aan de ene kant wil ik bezig zijn met het versterken van die mensen, maar wat kan HR doen nu? Hè, dus een enkele vraag gaat over wat is nu belangrijk, maar alles draait om wat gaan we later doen. Dus zelfs als je kijkt van wat is nu belangrijk, moet je dat doen met de toekomst in gedachten. En dan zeg ik iets wat ik ben geen medisch deskundige of whatever. Maar mijn gevoel zegt me wel, en ik hoor het ook af en toe, dat oké, nu heet het COVID. Over 2 jaar heet het COVID-26. We moeten ons ervan bewust zijn dat we in een nieuwe fase van de wereld terecht zijn gekomen, waarbij er zaken gebeuren waar we niet de hand in hebben, waar we geen controle over hebben, maar waar we wel mee om moeten kunnen gaan. En als HR-werkers is het dus heel belangrijk dat we met leidinggevenden en de mensen in de organisatie om leren gaan met veranderingen. Welke flexibiliteit hebben we nodig om de toekomst aan te kunnen? En op welke manier moeten wij de leidinggevende ondersteunen dat zij die toekomst ook aan kunnen? Want kijk, wij hebben nog geleerd voor human resources, de leidinggevende niet. Dus daar moeten we elkaar aanvullen. De praktijk zegt helaas wel dat iedereen denkt dat hij HR kan doen. Ik heb ooit een sollicitatiegesprek gehad met een jonge dame en ik vroeg haar, waarom deel je deze functie? En ze zei, ik hou van mensen. Ja, zei ik. Houden van mensen is niet voldoende voor human resources. Integendeel kan houden van mensen soms maken dat je denkt dat je lief moet zijn en mensen alles moet geven wat ze willen hebben. Nee, je moet mensen zichzelf helpen ontwikkelen. Om te worden wie zij willen en moeten zijn. We kennen allemaal die uitdrukking, right man on the right place. Maar ik vraag me af of mensen zich hebben afgevraagd waarom we verwachten dat een leidinggevende weet wie de right person is, terwijl de person zelf het niet weet. Die doet gewoon maar wat gezegd wordt.
Dus die vraagt zich soms niet eens af, is dit wel wat ik werkelijk wil? Die denkt alleen, ik moet brood op de plank. En dan ga ik niet zeggen dat ik dat werk niet wil doen, want dan heb ik geen brood op de plank. Ik neem dat niemand kwalijk, hè? Ja, ja, ja. Maar als leidinggevende moet je er wat mee doen. Ja, dus eigenlijk als ik het goed begrijp, gaat het in die vragenlijst om de situatie nu, HR en de situatie nu, maar ook wat zullen we moeten doen om voorbereid te zijn op post-COVID-tijd. Ja. Interesting. Ja, helemaal. Interesting. Ja. En voor wie is die vragenlijst bedoeld? Die vragenlijst is bedoeld voor HR-werkers, HR-professionals, HR-betrokkenen, leidinggevenden. Want zoals ik al zei, leidinggevenden zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor HR. Maar ook voor iedereen die belangstelling heeft. Ook voor mensen die in een organisatie werken en ontdekken dat ze niet de support of dat ze een ander soort support willen van de HR-afdeling. Ik wil gewoon helder krijgen wat leeft er in bij een deel van de samenleving. Want ik ga niet iedereen kunnen horen. Maar bij degenen die geïnteresseerd zijn, gaan mij nu door middel van deze enquête vertellen wat zij belangrijk vinden. En daarna gaan we met elkaar praten wat dat betekent. Als ik zie dat zoveel 80% van de mensen talent management inderdaad belangrijk vindt, dan moeten we erover praten. Hoe gaan we daar invulling aan geven? Als ik zie, wat ik nu al zo zie, dat mensen ontdekken dat ze meer betrokkenheid willen bij wat er in de organisatie gebeurt, dan moeten we gaan praten over hoe gaan we dat doen. Moeten we werken aan de ontwikkeling van mensen? Moeten we werken aan de ontwikkeling van HR? Wat zijn de oplossingen? Ik zeg altijd, een HR-persoon is net als de kok in een restaurant. De kok maakt het gerecht klaar. Als de eigenaar van het restaurant plotseling besluit dat hij een andere doelgroep wil, hij wil vanaf volgend week alleen nog maar Franse toeristen, maar hij vertelt dat niet aan de kok, dan weet de kok plotseling niet hoe hij zich voor moet bereiden op die nieuwe klanten. Terwijl als hij bij het gesprek aanwezig was geweest over de nieuwe richting van het restaurant, dan had hij uitgelegd van, oh maar wacht even, dan moeten we een aantal dingen in de keuken aanpassen. Want eerst werkten we voor, we hadden een patatzaak, laten we het even extreem maken. Maar nu hebben we niet alleen frituurpannen nodig, maar we hebben nu ook andere instrumenten, maar ook mensen met andere eigenschappen, met andere talenten. En je kan niet verwachten dat iemand die in eerste instantie patatjes frituurde, nu plotseling een cordon bleu kan klaarmaken. Daarom is het zo belangrijk dat HR betrokken is. Maar HR moet dus ook leren om op de juiste manier te adviseren. Want hele mooie vergelijking om te laten zien de belangrijke rol van HR. Heel, heel mooi en heel duidelijk. Oké, dus de bedoeling is dat je informatie verzamelt, eigenlijk data, om te komen tot bepaalde inzichten. En eigenlijk evidence-based op grond van die data, om dan een goed gesprek aan te gaan met HR-professionals? Of ga je dat ook opengooien? Ik gooi dat open, maar voordat ik dat... dus er gaat een seminar, een webinar, of hoe we het tegenwoordig willen noemen. Maar door onder andere een reactie van jou heb ik me nu voorgenomen, dus degene die aangegeven hebben dat ze betrokken willen zijn bij dat gesprek, die krijgen eerst een korte vraag van waar werk je, ben je, op welk soort functie zit je, zodat we weten vanuit welke invalshoek zij de stof hebben benaderd. En op dit moment vind ik de reacties al overweldigend, dus ik ben heel goed aan het nadenken om een goede opbouw van dat webinar te verzorgen,
zodat we aan het eind allemaal kunnen zeggen dat we er enerzijds van geleerd hebben en anderzijds ook wat hebben achtergelaten waar wij allemaal mee verder moeten. Nou, ik vind het een heel mooi initiatief. Omdat als je verder moet, kan je het niet gewoon uit het hoofd doen. Het is heel goed om data te hebben. Om op grond daarvan een goed gesprek te hebben. Om tot betere inzichten te komen, maar ook om beleid te maken. Dus ik vind het een heel mooi initiatief. Daarom heb ik het ook meteen ondersteund. En dit zal de mensen die nu luisteren, wil ik ook heel warm aanbevelen om die enquête gewoon te gaan doen. Want dat gaat gewoon helpen. Het gaat Suriname helpen. Het gaat bedrijven helpen om HR, om vanuit HR een stukje verandering te brengen. Maar ook gewoon voor die post-COVID-periode. Dat is gewoon heel belangrijk. Dus dank je wel dat je dat initiatief hebt genomen om dit te gaan doen. Dat vind ik een heel mooi initiatief, Reina. Mag ik er nog iets aan toevoegen? Want je zegt daar iets wat eigenlijk ook bij mijn ambassadeur Women Entrepreneurship Day heel belangrijk is geweest. Ik ben me er constant bij alles wat ik doe van bewust dat de mens is de basis van een organisatie, maar ook van een land. En dus alles wat wij doen, ook wat jij doet, is ook om het hele land op een grotere hoogte te brengen. He, want we moeten eigenlijk de ontwikkeling van het individu, en we zeggen vaak we moeten bij het kind beginnen, maar we kunnen die tussengroep absoluut niet over het hoofd zien. Dus nee. Wij werken eraan om vrouwen en ook mannen te helpen zich te versterken. Niet alleen voor zichzelf, maar eigenlijk is het een internationale aandachtspunt. En niet alleen leren vanuit cognitie, maar echt ook vanuit attitude. En zoals je zei, waar we dan, hoe lang, 5 of 10 jaar geleden over spraken, authenticiteit. Een heel belangrijk beweging die ik, denk ik, 10 jaar geleden, ik weet niet meer, heb opgericht, is Be You. Veel mensen kennen me ook van de Be You-beweging. Wees jezelf. Leer jezelf kennen. Weet wat je kracht is. Want iedereen heeft alles in huis om zijn eigen doel te bereiken. En dan benadruk ik je eigen doel. En als we dat beseffen, dan geven we elkaar ook de ruimte om onszelf te zijn. Helemaal. En dan hebben we niet zoveel commentaar op elkaar, want iedereen mag zichzelf zijn. Klopt. Okay. En je bent gewoon druk bezig jezelf te zijn, en die ander is druk bezig zichzelf te zijn, en samen vinden we elkaar wel. Ja. Ja. Oké, we hebben gehoord wie Reina is. We hebben daar, ik zeker, heb daar weer inspiratie uit geput. En het is nu heel duidelijk waar je nog één ding. Enquête over gaat. Iets wat ik kwijt wil. Ja, dat ik mag. En ja, helemaal. Dat mag. En je mag afsluiten met een mooie fikse empowerment voor de mensen die luisteren en kijken. Eerst nog een stukje van wie ik ben. Want ik ben niet alleen dat wat ik verteld heb. Ik ben ook nog ontwerper. Ik maak... Oké. Ja, ik maak allerlei soorten sieraden. Ik heb er bewust ook eentje meegenomen. Die ik ga laten zien. Wauw, oké, dat wist ik niet. dat is een heel belangrijk onderdeel van wie ik ben. Ik ben heel creatief. En vanuit die creativiteit zorg ik dat ik de hersenkant aan kan. En dat raad ik dus ook iedereen aan. En ik noem dat, en dat is misschien wat ik iedereen mee wil geven, bio. Zorg dat je in balans bent. Balans in inspiratie, dus inspiration en obligation. Balans in inspanning en ontspanning. Als we praten over obligations, praten we over targets en deadlines. Als we praten over inspiration, dan we follow the flow.
En zo ben ik met mijn sieraden bezig. Ik weet als ik begin niet wat het einde is, maar het maakt niet uit, want het proces, the journey is the destination. Ja, dat En is als het spannend, product dan ook nog echt, echt leuk is, dan ben je helemaal happy. En het hè? houdt je in balans. Yin-yang, heel de dag nadenken met het hoofd, 's avonds zitten friebelen met mijn domestic pearls. Oké, dat is dus onthoud, domestic pearls. Domestic girls. Wat ik voor nu, om hier dit af te sluiten, mee zou willen geven, is waar ik mezelf ook elke dag mee bezighoud. 'S morgens opstaan in dankbaarheid dat we opstaan. En vooral dat we opstaan in ons eigen huis en niet in quarantaine. En hierbij denk ik zelfs ook aan de mensen die misschien niet een groot huis hebben, maar die met een familie in een klein huis bij elkaar zitten. Wees dankbaar dat je 's morgens opstaat in dat huis. En om ervoor te zorgen dat dat niet in gevaar komt, volg de richtlijnen. Zorg dat je werkt aan je eigen gezondheid. En zorg dat je niet in aanraking komt met anderen die al besmet zijn. En blijf positief. Dat vind ik heel belangrijk, omdat ik dat voor mezelf echt ook merk. Als ik te veel lees en luister naar alles wat er misgaat. Ik begon laatst een tekst te lezen van een beschrijving wat er gebeurt als COVID keihard toeslaat en ademhaling enzovoort. En ik ben gelijk gestopt, want ik dacht, nee. Ik neem geen voorschot op iets wat wellicht niet met me gebeurt. Laat me Klopt. positief blijven en zicht en vertrouwen hebben dat God ook weet wat hij met ons wil. En dat whatever happens, we ons er doorheen zullen slaan. Want dit is niet het normale leven. We moeten niet nu plotseling denken dat we allemaal doodgaan aan COVID. Maar wij moeten Precies. wel ons deel daarvan bijdragen. Maar wat mij op de been houdt, is met de toekomst bezig te zijn. En die toekomst maak je zelf door te creëren wat je kan creëren. En voor de een is het zoals ik bezig ben met HR. Voor de ander is het iets heel anders. Maak je eigen keus, maar blijf zoeken naar wat jij nodig hebt om jouw toekomst te maken zoals jij het wil. Oké, hartelijk dank, Reina. Als mensen de enquête willen invullen, hoe kunnen ze dat krijgen? Ik plaats sowieso een link, maar misschien wil jij ook nog aangeven hoe dat kan. De enquête is te vinden op Facebook. Het is te vinden op LinkedIn. Dus zondag sluit ik hem af en dan gaan we aan de verwerking werken. Iedereen krijgt de ruimte om zijn naam en e-mailadres achter te laten. Het hoeft niet. Misschien wil je alleen bijdragen aan het denkproces, maar niet meepraten. Dat kan. Dan vul je het in en zet je geen naam en geen e-mail. Maar degenen die dat wel willen, die een steentje op die manier bij willen dragen, zijn welkom. En die kunnen hun e-mailadres invullen en die zullen door mij op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen op het HR-vlak en COVID. Oké, Reina, hartelijk dank voor je bijdrage aan de Surinaamse samenleving. Maar net wat je zegt, het is niet alleen HR, het heeft zijn weerslag op gewoon die totale samenleving. Dus dank je wel voor alles wat je doet, niet alleen op het gebied van HR, maar ook wat je doet met vrouwen. Dank je wel. Blijf ermee doorgaan. En ik denk dat wij in de toekomst iets samen gaan doen. Dat voel ik gewoon. Dat komt eraan. Dank je wel. Yes. Jij bedankt. Ik vond het heel leuk. Dus stay safe. Ja, stay safe and healthy. Oké, bye bye, Reina. Nou, dat was Reina Kolff. Zij heeft ons aangegeven wie ze is, wat ze doet en waarom ze doet wat ze doet. Een hele belangrijke bijdrage voor HR in Suriname. Maar ook gewoon de inspiratie van wat ze verteld heeft over wat ze heeft meegemaakt.
als jong meisje en dat besluit dat ze genomen heeft om te zeggen van hé, ik stop met deze studie, terwijl eigenlijk de familie dat helemaal niet verwachtte. That takes guts. En dat ze blijft doorgaan om te worden wie ze is, vind ik heel mooi. Dank je wel, Reina. Dat was de eerste editie van Wat Vrouwen Doen en Waarom. Je mag een reactie geven. Als je vragen hebt, kun je die altijd stellen. Je mag het onder de video doen, die dan gewoon onder de replay ook. Want misschien kijk je naar de replay, kun je ook doen. Fijn dat je erbij was. Stichting Make a Difference heeft een flash sale, zo noem ik dat. Deze periode is echt een tijd waar het belangrijk is om je perspectief te houden. Om ervoor te zorgen dat je dwars door alle informatie en door de onrust die er eigenlijk wereldwijd heerst, om toch ervoor te zorgen dat je je focus houdt, hebben we een informatie-inspiratieproduct. Dat is de Next Level Perspective Workshop. Die kun je verkrijgen. Eigenlijk is het 100 SRD, maar er is een flash sale, dus je kunt het voor slechts 50 SRD verkrijgen. En dan heb je gewoon altijd een stukje inspiratie, een stukje educatie bij je. En je kunt iedere keer wanneer je denkt van, hey, I lost my focus, kun je er weer naar kijken. En samen met de sheets, de worksheets die je krijgt, kun je je eigen leven in perspectief brengen, GPL style. Zo. Dat is het primeurtje voor jou vanavond. En fijn dat je erbij was. Ik ga straks de reacties lezen, want van hieruit kan ik het niet zien. En dan krijg je van mij ook een reactie. Bye!